De deur ging half open en een magere grijze poes glipte miauwend naar buiten. Een oude, knokige hand trok de haperende deur verder open. Toen zagen ze de oude grijsaard in het halfdonker van de gang staan. Hij leek meer dan 100 jaar oud en zijn gezicht was gegroefd met rimpels. Zijn woeste wenkbrauwen boven de diepliggende ogen waren wit en leken op besneeuwd struikwas. Wie zijn jullie? Vroeg hij met een krakende stem. De kinderen wisten niet wat ze moesten zeggen. Het leek wel alsof hun monden waren dichtgenaaid. Komen jullie voor het huis? Dat maakt me gelukkig. Moet snel verkocht worden. Liefst nog deze week. Mijn vrouw en ik gaan op kamers wonen. Kom maar binnen, dan kunnen jullie eens rondkijken. Er is toch niemand. Alleen op de zolder heb ik enkele gasten. Daar slapen de katten en af en toe een vleermuis. Hij grinnikte. Zijn stem had echt een akelige klank. Alsof iemand met een vingernagel over een schoolbord kraste. De kinderen kregen nog steeds geen woord over hun lippen. Een andere keer misschien, stamelde Jasper. Hij draaide zich om en haastte zich in de richting van de straat. Ja, een andere keer. Dag! Fluisterden de meisjes in koor en ze renden achter Jasper aan die de tuin al uit was. Kom gerust nog eens langs. Ik heb graag bezoek en zeker van kinderen, riep gekke Gijs na. Maar de hollende kinderen hoorden zijn laatste woorden niet meer. Hun onveilige gevoel verdween pas toen ze in hun geheime clubhuis zaten. Van hieruit konden ze zien of er iemand langs de grote ijzeren poort van het landhuis binnenkwam. Gekke Gijs was hen niet gevolgd. Hier konden ze veilig plannen maken, zonder pottenkijkers in de buurt. Toch hield Jasper de poort nauwlettend in de gaten. Stel dat gekke Gijs hen achterna was gelopen en dat hij hen ergens grinnikend tussen de struiken stond op te wachten. Er liep een rilling over Jaspers rug.